Hoi, ik ben Sam. En ik ben Ilias. Wil je net als wij bouwen aan een duurzame wereld? Dan ben je bij de HBO-opleiding Built Environment aan het juiste adres. De bouwwereld is enorm aan het veranderen. In plaats van nieuwe gebouwen uit de grond stampen, krijgen oude panden vaker een nieuw leven. Kijk maar mee. Een van de meest geslaagde transformatievoorbeelden vind ik de Halle in Amsterdam. Een verlaten tramstalling is in een paar jaar tijd omgetoverd in een prachtige plek waar je heerlijk wat kan eten, een film kan pakken of gewoon kan relaxen. En dat allemaal zonder de boel plat te gooien. Wat ik zo leuk vind aan de opleiding is dat je vanaf dag 1 samenwerkt met studenten uit de verschillende richtingen van Built Environment. Hoewel ik me specialiseer in architectuur, leer ik alsnog het uitvoerende deel van ILS kennen. En dat is belangrijk, want een gebouw kan dan nog zo mooi ontworpen zijn, maar als het bijvoorbeeld veel te duur is om het te bouwen, dan kan je het net zo goed in de prullenbak gooien. Een mooi voorbeeld van zo'n samenwerking is een opdracht waarbij we een lege gevangenis een flinke make-over mochten geven. In 2016 sloot de Bijlmerbaaiers haar deuren. En over een paar jaar moet hier een hypermoderne wijk staan. Wij mochten met een van de torens aan de slag. De grote uitdaging is dat wij het bouwen 98% van de materialen van de gevangenis moeten hergebruiken. Na flink wat werk hebben wij voor een van de torens een ontwerp afgeleverd dat enerzijds energie-neutraal is, niet te veel geld kost en toch de historie van de plek in ere houdt. Een groot pluspunt van Built Environment bij de HVA vind ik de prettige sfeer. Onze verdieping is één grote werkruimte waar studenten uit verschillende jaren en disciplines samenwerken en elkaar helpen. Je leert iedereen dus snel kennen. De docenten weten heel goed waar ze het over hebben, want zelf zitten ze ook nog in de bouw of in de architectuur. Je ziet elkaar veel buiten de opleiding. Regelmatig maken we een excursie om iconische gebouwen te zien. Ik heb de laatste jaren echt goede vrienden gemaakt. Wil je meer weten over de opleiding Built Environment? Kom dan naar de open dag.